Sinds 1917 mag er worden gestemd door mannen. Vanaf 1919 door alle volwassenen die aan de eisen voldoen. We stemmen altijd met een rood potlood, op papier en op woensdag. Maar waarom? Tot 1921 stemden we met zwart. Maar bij het tellen van de stemmen is deze kleur lastig te zien, omdat alle tekst op een stembiljet ook zwart is. Er is toen gekozen voor een opvallende kleur, zodat het tellen van de stemmen makkelijker ging. Dat werd rood. Alles gaat tegenwoordig online. Maar om te stemmen moeten we fysiek naar een stemlokaal. Waarom is dat? Stemmen moet anoniem. In principe mag niemand weten wat je stemt. Dat staat in onder meer de grondwet. Online stemmen kan bijna niet anoniem. En daarnaast kan er met de uitslag worden gesjoemeld. Dus blijven we stemmen via het stemlokaal. Vaak op woensdag. Maar waarom eigenlijk niet op maandag? Of op vrijdag? Woensdag is de handigste dag. Veel stemlokalen zijn in basisscholen en die zijn 's middags dicht voor leerlingen. Daarnaast zijn de vrijdag, zaterdag en zondag niet mogelijk vanwege religieuze redenen. En maandag is niet handig omdat de voorbereiding dan in het weekend moet plaatsvinden. Al met al is de woensdag dus gewoon het meest praktisch.